Goedemorgen gemeente. Van harte welkom in deze bijzondere dienst waarin wij mensen zullen gedenken die van ons heen gegaan zijn. Speciaal welkom aan de gasten die in ons midden zijn en degene die deze dienst meeluistert via YouTube. Onze voorganger vanmorgen is Nathan Noorland. Welkom. Ik heb nog een mededeling. U kunt nog meedoen met het Engelenspel. Misschien heb je erover gelezen in de bruggenspraak. Zo niet. Wat houdt het in? Je geeft jezelf vandaag nog op om in de adventsperiode voor kerst een engel voor iemand te kunnen zijn. Op de eerste zondag, 2 december, van advent krijg je een naam van de gemeentelid die zich ook heeft opgegeven. Je wordt aan hem of haar gekoppeld en mag voor hem of haar een engel zijn, zonder dat de betreffende persoon het doorheeft. Zo kun je bijvoorbeeld proberen stiekem iemand te verrassen, je te bemoedigen, een kaartje te sturen, 's nachts de tuin doen of de koeien melken, maar ook voor hem of haar bidden. Het is in ieder geval de kunst om niet gesnapt te worden. Als je het nog niet gedaan hebt, in de hal van de kerk staat een mandje waarin je je kunt opgeven. Er hebben zich al veel mensen opgegeven, maar we hopen op nog meer. Ook de kinderen kunnen met hulp van hun ouders of opa en oma meedoen. Na deze dienst willen we elkaar ontmoeten om het genot van een kopje koffie of thee of limonade. De bloemen, deze mooie hyacinth, gaat als meeleven naar Jan en Anneliese de Vos. Staande willen wij zingen, liedboek 221, vers 1, 2 en 3. Zo vriendelijk en veilig als het licht. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe. Thank you.
zijn hier bij elkaar voor een ontmoeting met elkaar, maar bovenal ook een ontmoeting met God. En laten we ons daar in stilte op voorbereiden. En ook vanmorgen in deze bijzondere dienst geloven we en belijden we dat onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer. Hij is die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk waar hij eenmaal aan begon. Die God die groet ons ook met de woorden genade is er voor u en jou, wie je ook bent, en vrede. Van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Goed dat jullie er allemaal zijn. Vandaag op Eeuwigheidszondag. Een bijzondere zondag in het jaar waarin we met eerbied en liefde de namen noemen en herdenken van de mensen die in het afgelopen jaar overleden zijn. Maar misschien ook wel in de stilte de mensen herinneren die al eerder zijn overleden. Er is vanmorgen alle ruimte voor. Vanmorgen proberen we met elkaar troost te vinden bij God in het vertrouwen dat Hij voor ons een schuilplaats wil zijn. Een schuilplaats op de momenten dat het ons voor de wind gaat, maar ook op de momenten dat het water ons tot de lippen staat. En over dit alles gaan we nu zingen met Psalm 62, vers 1 en 5. We zijn hier met elkaar gekomen met hele verschillende gevoelens misschien wel. Misschien waren we wel heel erg blij door dingen die er in de afgelopen week zijn gebeurd. Doordat Sinterklaas bijvoorbeeld is aangekomen gisteren. Maar we zijn hier misschien ook wel gekomen met verdrietige gevoelens. En laten we dat nu in gebed bij God brengen. En laten we ook een zegen vragen over deze dienst. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel. We danken u voor wie u bent.
dat u onze God wilt zijn, dat u de levende bent. Dat u ook in de afgelopen week voor ons gezorgd hebt. En God, u weet hoe de afgelopen week geweest is. U weet hoe we ons misschien wel op dit moment voelen. En dat willen we bij u brengen. God, u weet dat we in deze dienst straks na de preek de namen noemen van de mensen die overleden zijn. En wil u vragen, wilt u voor ons een schuilplaats zijn, zoals we net met elkaar zongen? Dat we ons veilig mogen weten, getroost, geliefd vanmorgen. Wilt u onze oren en ogen ook openen straks voor het woord dat open gaat? Het woord waarin een ontmoeting plaatsvindt met de Heer Jezus. En daar willen we ook echt voor bidden vanmorgen. Dat we allemaal op misschien wel hele verschillende manieren een ontmoeting mogen hebben met u, met de Heer Jezus. Dat we ook weer getroost en vol van wie u bent dit gebouw mogen verlaten. Geef ons zo een goede dienst. We willen ook bidden voor alle kinderen die er vanmorgen zijn. Dank u wel daarvoor. Wilt u ze straks ook een goede kindernevendienst geven? Dat ze ook daar een ontmoeting mogen hebben met u. Al deze dingen die vragen wij u in de naam van Jezus. Uw Zoon, onze Heer. Amen. We gaan met elkaar een kinderlied zingen. Dat doen we deze keer met de piano. Dus niet met YouTube. We doen het met de piano. En dat is het lied Ik ben veilig in Jezus' armen. Je mag eerst naar het refrein, Floris. Nou, dan mogen de kinderen even naar voren komen. En jullie zien ze niet, maar de tieners die zitten boven. Die blijven vandaag
in de kerk. Dus die mogen lekker blijven zitten. Hey, super dat jullie er zijn. Oh kijk, er komt er nog eentje. Gezellig joh. Gezellig bij. Hey, gisteren was een hele bijzondere dag, hè? Wat was er aan de hand? Sinterklaas kwam. En waar kwam die? Kwam die in Woerden? Of... Hij kwam zelfs in Nieuwebrug. Ja. Geweldig, hè? Hey, wat had Sinterklaas bij zich? Een staf. Zijn staf had hij bij zich. En had hij ook nog dingen voor jullie bij zich? Cadeautjes. Pepernoten, ja, precies. En iemand zei het al, cadeautjes. Klopt. Want jullie krijgen al pakjes aan, want als het goed is, cadeautjes, hè? Jullie hebben een verlanglijstje ingeleverd? Ja, nog niet. Oké, dat moet nog gebeuren. Nou, Nobert, wat Sinterklaas een cadeautje wel mee heeft genomen. Ja. Hey, wat hebben jullie op dat verlanglijstje bijvoorbeeld gezet? Een paardrijbroek, ja? Hebben jullie nog dingen op je verlanglijst gezet? Wat wil je graag hebben van Sinterklaas? Dat weet je nog niet. Weet jij het wel? Heb jij iets op je verlanglijst gezet? Ook niet. En jij? Ook niet. Nou. Nee, Sinterklaas mag niet, ja. Ik weet niet meer wat heen. Als jullie cadeautjes krijgen, wat doe je daar dan mee? Maak je die dicht zitten? Nee, cadeautjes maak ik natuurlijk ook. Ik heb daar ook een cadeautje meegenomen. En zo'n pakje, die maak je natuurlijk open. Ja. Hey, het is natuurlijk, want daar ben ik eigenlijk een beetje naartoe. Het is natuurlijk heel erg gek als je een cadeautje krijgt, die laat je gewoon zomaar staan. Ja. En daar doe je niks mee. Een heel jaar tot de volgende Sinterklaas laat je die gewoon op tafel staan. Ja. Ja, daar is een cadeautje natuurlijk niet voor bedoeld. Nee. Nee. Weet je, die hele God, die heeft ons ook een mega groot cadeau gegeven. Wie weet wie dat cadeau is? Zo'n persoon. Oh. Weet jullie wie dat grote cadeau van God is? Wie kwam er met kerst naar de wereld? De Heer Jezus, klopt. Dat is een heel groot cadeau. En eigenlijk is dat ook een beetje zo met dat pakje wat je kan uitpakken of niet kan uitpakken. Je kan zeggen, ik wil met de Heer Jezus leven en ik pak dat onwijs grote gave cadeau uit. Je kunt ook zeggen, ik laat het op tafel staan en ik doe er helemaal niks mee. Dat kan. Ja. Dat is eigenlijk een beetje gek, hè? Ja. Ja. Nou. Dat wilde ik jullie eigenlijk meegeven, dat de Heere God ons een heel groot cadeau heeft gegeven. Dat wij mogen leven met de Heer Jezus. Veilig in zijn armen, waar we net over zongen. Ja. Dat is het mooiste cadeau wat er is. Yes? Ja. Oké, dan mogen jullie naar de kindernevendienst gaan. En samen met Gerry. En dit cadeau die laat ik eventjes hier staan, die gaan we niet openmaken. Nee. Want ik kom er straks op bij de preek nog even terug. Yes? Dat is een heel groot verhaal. Ja. Als je zin hebt, dan kan je een keer blijven zitten. Net zoals je broer. Dan... Wij gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en ik wil Pieter vragen om met ons Lucas 7, vers 11 tot en met 17 te lezen. Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Nain heette. En zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen. De enige zoon van een weduwe.
Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: "Weeklaag niet meer." Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan. De dragers bleven stilstaan en zei: "Jonge man, ik zeg je, sta op." De dode richtte zich op en begon te spreken. En Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: "Een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zich om zijn volk bekommerd." Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek. Dankjewel. Ik zal daar naar aanleiding van dit verhaal straks daar iets bij vertellen. Maar we gaan eerst luisteren naar pianospel. Beste gemeente, lieve zus en broer in de Heer Jezus. Als je wel eens op vakantie gaat, in het binnen- of buitenland, heb je vast wel eens zo'n mooi en lieflijk stadje bezocht. Zo'n stadje waar echt alles er prachtig uitziet. Mooie kleuren, een mooie architectuur, rustige terrassen, vriendelijke mensen. En als het even mee zit, ook nog zo'n mooi groot landschap eromheen. Het zijn van die stadjes waar je het idee hebt dat je een sprookje instapt, hè? Nou, vanmorgen worden we in het Bijbelverhaal ook meegenomen naar een mooi en lieflijk stadje. Het luistert naar de naam Nain en ligt in het noorden van Israël. Nain betekent ook vanuit het Hebreeuws zoiets als lieflijk of aangenaam. Het moet een prachtig stadje geweest zijn, in een mooi groen landschap, gelegen op de berghelling van de Moreh en met een andere berg, de berg Tabor in het noorden. En door die twee bergen lag dat stadje ook nog eens veilig en strategisch. Samenvattend kunnen we dus zeggen dat het stadje Nain dus lieflijk, aangenaam en veilig was. En misschien herken je deze woorden ook wel in een plek of een persoon
wil jij dat ook ervaren? Wat is het mooie als je over een bepaalde plek of persoon kunt zeggen, het is of was lieflijk en aangenaam. Of bij hem of haar voel of voelde ik me geliefd, veilig en op mijn gemak. Welke plaats of welke persoon in uw of jouw leven zou je kunnen vergelijken met dit stadje Nain? En toch, hè, toch kunnen er achter die ramen en deuren van een lieflijk en aangenaam stadje veel dingen afspelen. Op het eerste gezicht ziet het er misschien heel mooi uit. Maar als we vanmorgen in het verhaal iets dichter bij dat stadje Nain komen en een kijkje nemen achter die mooie stadspoort, dan horen we en zien we een rouwstoet aankomen die zich langzaam richting de stadspoort begeeft. En waar zoiets in Nederland vaak rustig en beheerst gebeurt, vindt dat in Israël echt heel anders plaats. Het Hebreeuwse woord dat voor rouwstoet wordt gebruikt is lewaja. Ons woord lawaai is ervan afgeleid. Er wordt luid gehuild, geschreeuwd en geklaagd. En als we aan een van de mensen zouden vragen waarom er zo geschreeuwd en gerouwd wordt, dan komen we er snel achter dat daar ook wel de reden voor is. Want een vrouw die al eerder haar geliefde heeft verloren, is nu ook haar enige zoon aan de dood verloren. Zomaar in de bloei van zijn leven. Dat kinderen op een gegeven moment afscheid moeten nemen van hun ouders, dat is al moeilijk en hard. Maar eerst je man op jonge leeftijd verliezen en dan ook nog je enige kind is natuurlijk verschrikkelijk rouw. Het is een van de ergste scenario's die je kunt voorstellen, toch? De Nederlandse schrijver Pieter Frans Thomees schrijft in zijn boek Schaduwkind: een vrouw die haar man begraaft wordt weduwe genoemd. Een man die zonder zijn vrouw achterblijft, weduwnaar. Een kind zonder ouders is wees. Maar hoe heette de vader en moeder van een gestorven kind? Hij bedoelt ermee, daar zijn geen woorden voor. De hele toekomst van deze vrouw valt met het overlijden van haar zoon daarnaast ook in duigen. Haar zoon was namelijk de kostwinnaar en zou straks haar oude dagvoorziening zijn als ze oud geworden was. Maar ze is nu vanaf dit moment helemaal op haarzelf aangewezen. En tegelijk was er nu niets levens meer dat herinnerde aan haar man. Wat kan het leven soms oneerlijk voelen, hè? Wat is dit ontzettend zwart? Een lieflijk en aangenaam leven kan blijkbaar zomaar door verschillende omstandigheden veranderen in een rauwe duisternis. En ik denk dat we allemaal wel zulke verhalen kennen. Het is een hele stoet die door de poort van de stad ondertussen richting de begraafplaats loopt. De verdrietige vrouw met haar geliefde zoon in het midden en een hele grote groep mensen die om die weduwe heen staan en haar vergezellen. Het is het minste wat ze kunnen doen. Ze kunnen de pijn en de diepe zwartheid natuurlijk niet weghalen of dragen, maar ze kunnen er wel zijn. Wat is het een zegen als er mensen om je heen staan als je het moeilijk hebt. En als ze dat ook blijven doen. Niet alleen in de weken rond de uitvaart, maar ook daarna. Terwijl die rouwstoet bij de poort loopt, zien we tegelijkertijd een hele andere groep mensen aankomen lopen. Het is een grote groep mensen rond ene Jezus. Bij deze groep hangt de tegenovergestelde sfeer als bij die rouwstoet. In de afgelopen weken zijn er rond deze Jezus namelijk bijzondere dingen gebeurd.
Hij was een nieuwe leraar, een verkondiger van een nieuwe wereld die zou komen. Hij sprak met gezag. En er gebeurden ook wonderen. Zijn boodschap was in ieder geval aanstekelijk. Er werd over gesproken. Mensen waren er vol van. En Jezus reisde samen met zijn leerlingen door het hele land Israël heen. En bij de stadspoort, bij die stadspoort in dat stadje Nain, komen deze twee totaal verschillende groepen bij elkaar. Hoe zou het gegaan zijn, denken jullie? In die tijd was de stadspoort de plek waar het dagelijkse leven van de stad plaatsvond. Bij de poort werd handel bedreven. Er werd recht gesproken. Belastingen werden geïnd en de laatste nieuwtjes werden aan elkaar verteld. Die ontmoeting tussen deze twee verschillende groepen vindt dus plaats in het dagelijkse leven van Nain. En hoe het gegaan zou zijn? Ik denk dat het gebotst heeft. Een verdrietige groep mensen in diepe rouw rond een jonge weduwe die haar zoon zojuist heeft verloren. En een enthousiaste groep mensen rond Jezus. Ja, dat clasht natuurlijk. Daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Misschien herken je daar ook wel iets van. Vanuit je eigen dagelijks leven. Dat je er zo doorheen zit door een overlijden. Of door wat dan ook. En dat het dan botst. Als je onwijs enthousiaste mensen tegenkomt. Waar alles maar lekker lijkt te gaan. Het contrast is te groot voor een gelijkwaardig contact. Of dat het botst op een andere manier. In relaties met je geliefden, met kinderen, met vrienden op school, op je werk. Dat twee mensen het tegenovergestelde voelen, dat het botst. Ik zat er ook nog even verder over na te denken en ik dacht bij mezelf, het kan ook botsen in je persoonlijke geloofsleven. Ik weet niet hoe jouw geloofsleven er op dit moment uitziet. Maar het kan jaren heel lekker gaan, hè, in je leven met God. Het kan jaren lieflijk en aangenaam zijn. Je hebt geen moeite met bidden, Bijbel lezen, het wandelen met Jezus. Maar door verschillende omstandigheden kan het zomaar minder worden. God voelt ver weg. Wat kan het dan botsen om christenen tegen te komen die vol en enthousiast zijn over God? Waar alles in groei en bloei staat. Het is misschien zelfs irritant. Het contrast is te groot. En het is moeilijk om elkaar te begrijpen. Wat zijn dingen die botsen in jouw dagelijkse leven? Of nog een laag dieper? Zijn er misschien ook wel eens dingen die botsen in jezelf? Wat ik mooi vind aan deze geschiedenis uit de Bijbel, is dat dit botsen blijkbaar wel mag. Het vindt daar plaats, bij de poort. Wij kiezen in onze tijd vaak de weg van de minste weerstand. Als je niet met elkaar op hetzelfde niveau zit, dan ga je elkaar lekker uit de weg. Maar zo gaat dat niet in dit verhaal. Er staat niet dat de groep van Jezus even respectvol en stil aan de kant van de weg blijft staan om de rouwstoet te laten passeren, om daarna weer vrolijk hun weg te gaan. Of dat ze eventjes een andere route nemen omdat ze in de verte een rouwstoet zien aankomen. Nee, die twee die ontmoeten elkaar, daar bij de stadspoort. In het dagelijks leven. Want eerlijk, is dat ook niet het echte leven. We kunnen heel lang wegkijken bij bijvoorbeeld de dood in dit geval. Maar op een gegeven moment dient hij zich wel aan. Kunnen we dan niet beter leren om de dood aan te kijken? Hoe denk jij dat Jezus met deze confrontatie zou aangaan? Misschien is jouw idee van Jezus vanuit je opvoeding of wat je over hem geleerd hebt, dat hij vol liefde wat lieve dingen zal zeggen vanaf de zijlijn.
Of je hebt juist vanuit je opvoeding of wat je geleerd hebt het idee dat Jezus als een rechter is. Streng. Je zult vast wel een bepaalde fout gemaakt hebben dat dit je overkomt. Verbeter je leven, want het verhaal gaat gelukkig anders. Lucas die schildert op een prachtige, indringende manier hoe die confrontatie, die botsing plaatsvindt. Er staat, toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen. Dat is Jezus. Als je het letterlijk vanuit de oorspronkelijke taal vertaald zal hebben, dan staat er zoiets als dat zijn ingewanden rommelen. Dat hij buikpijn krijgt als hij het pijn en het verdriet van de weduwe ziet. Jezus kijkt niet weg. Hij staat niet zomaar aan de zijlijn in het leven. Hij is hier aanwezig. Op dat kruispunt, midden in het dagelijkse leven, waar de dood en het leven elkaar nu kruisen. Op de plek waar het botst. Waar het allemaal toch niet zo lieflijk en aangenaam is als we graag zouden laten zien. En hij laat zich raken. Het is niet zomaar lawaai wat hier bij Jezus gebeurt. Schreeuwen en huilen en straks weer verder gaan met de orde van de dag. Hij laat het binnenkomen. En het slaat bij hem binnen als een bom. Volgende week zondag begint de adventstijd. We bereiden ons dan voor op de komst van Jezus met kerst. En is het niet zo dat de God van Israël juist hierom, in de persoon van Jezus, naar de wereld is gekomen? Omdat zijn ingewanden rommelden bij wat hij in de wereld zag? Omdat het hem pijn deed om zijn goede, liefelijke en aangename schepping te zien lijden? En om zijn wereld en de mensheid die hij zo lief heeft, daarvan te bevrijden? Jezus, hij staat daar, midden in het leven. Daar waar het botst en waar dood en leven elkaar kruisen. En hij laat zich raken. Maar raak dan ook resoluut de lijkbaar aan, waar de overleden jongen op ligt. Ook al overtreedt hij daarmee de reinheidsregels en wordt hij onrein. De jongens die de jongen dragen, die staan verschrikt stil. Wat gebeurt hier? Jezus onderbreekt als het ware het hele rouwproces. En dan klinken die bijzondere, maar misschien tegelijk ook wel schurende woorden. Jongeman, ik zeg je, sta op. En het ongelofelijke gebeurt. De jongen komt tot leven. Wow. Hij gaat rechtop zitten en wordt teruggegeven aan zijn moeder. Tja, jullie kunnen je wel voorstellen dat het stadje Nain even een plaats is waar dat lieflijke en aangename weer geproefd wordt. De rouwstoet verandert in een vreugdestoet. Maar misschien zit je hier en denk je bij jezelf, mooi verhaal, Nathan. Maar het is vandaag eeuwigheidszondag. En in het afgelopen jaar, maar ook in de jaren ervoor, zijn er best wel wat geliefde mensen overleden. En ja, wij kregen ze niet terug. Wat moet ik met dit verhaal? Ik denk dat Lucas dit verhaal niet heeft opgeschreven om onze focus te leggen op dat spectaculaire wonder. Dat zit natuurlijk wel een beetje in onze tijd, hè? Dat we spectaculaire en grootse dingen willen zien. Ik geloof dat de Heer Jezus juist in deze geschiedenis onthult waartoe hij daadwerkelijk naar deze wereld is gekomen. Om zich allereerst op de kruispunten van ons dagelijkse leven te laten raken door de pijn, de fouten die worden gemaakt, de dingen die botsen, de onreinheid, de rauwheid en het verdriet.
Zich eigenlijk te laten raken door alles wat er tegenovergesteld is van lieflijkheid en aangenaamheid. En om aan dit alles te sterven aan een kruis. Maar om daarna ook te laten zien, ten tweede, dat deze dood niet het laatste woord hoeft te hebben. Jezus liet het al midden in de tragiek zien bij de overleden zoon in Nain. Op zijn woord stond de jongen op uit de dood en hervond hij het leven. En met Pasen zien we dit ook. Jezus doet dan het onmogelijke. Hij staat op uit de dood en laat daarmee zien dat hij geen dode God is, maar de levende. Dat zijn ontferming niet reikt tot de dood, maar dat zijn ontferming reikt over de dood heen. En ik denk dat het gedeelte hier naartoe wil wijzen, naar de grootheid van Jezus, naar wie God echt is. We staan als mensen regelmatig in momenten waarin dingen botsen. In de relaties, in werk, maar juist ook als het gaat om momenten dat het leven en de dood elkaar kruisen. En dat kruispunt van leven en dood is soms wel heel rauw. Zeker ook als we naar het afgelopen jaar kijken. Waarin bijvoorbeeld een geliefde zoon en broer stierf doordat hij geen licht meer zag in het leven. Een broer stierf door een duikongeluk. En een goede vriend en dorpsgenoot door een onverwachts ongeluk op de bouw. Het was ook een jaar waarin mensen pas na een lange lijdensweg stierven. En wat kan het dan bemoedigend zijn om te weten en te ervaren dat Hij, die tot in de diepste vezels weet wat lijden is, de Heer Jezus, daar ook is, op dat kruispunt, in ons dagelijkse leven, daar waar het botst, heel concreet, als de levende. Dat Hij daar ook wil blijven, als je Hem daar de ruimte voor geeft. Dat Hij je wilt helpen in het verwerken. Het kan misschien een beetje onwennig voelen in het begin. Maar ik geloof met mijn hele hart dat dit leven met Hem je wel naar de toekomst leidt. Want we kunnen het niet alleen. Wat betekent het voor je om te beseffen dat Jezus de levende aanwezig is op de plekken waar het botst in ons leven? En krijgt Hij ook de ruimte om aanwezig te zijn en je te helpen? Of sluit je je voor Hem af? Dat kan ook. Pak je dat grootste cadeau van God aan? Of laat je het links liggen? Ik moest denken aan dat bekende lied van Nick en Simon. Kijk omhoog naar de zon. Zoek niet naar een antwoord. Laat het los, hou je vast aan mij. Deze weg wijst zichzelf. Hij leidt je naar de toekomst. En ik wil je vanmorgen uitdagen om op wat voor kruispunt je ook staat in je leven, op wat voor manier dingen ook botsen of gaan botsen in de toekomst, om telkens weer omhoog te kijken. Je vast te houden aan de Heer Jezus en het met Hem te wagen. Want zijn weg alleen leidt ons en zet ons in beweging naar de plek waar het eeuwig, voor altijd, lieflijk, aangenaam en veilig zal zijn. En als je iets van die weg van Jezus mag proeven en ervaren, dan mag je het ook vol verwondering zeggen, waar het Bijbelgedeelte vandaag mee eindigde. God is niet ver weg. Hij heeft zich om u, jou en mij, om ons bekommerd. Amen. We gaan met elkaar luisteren naar het pianospel en denk gerust nog eens na, verder na over de preek. En daarna zingen we het lied Grote God, zie ons verlegen.
Goed dat jullie er weer zijn. Hoe lieflijk en aangenaam het misschien soms van de buitenkant lijkt in onze gemeente, in ons dorp en in ons leven. In het afgelopen jaar stonden we als gemeente, als dorp en als mens toch regelmatig op het kruispunt van leven en dood. In het afgelopen jaar zijn er 3 geliefde mensen vanuit onze gemeente naar hun laatste rustplaats begeleid. Dit was en is verdrietig. Maar toch mochten we het ook in de hoop en het volle vertrouwen doen dat Jezus Christus het licht is in ons leven. En dat alle mensen die in Hem het vertrouwen stellen zullen leven, ook al zijn ze gestorven. We mochten het ook in het vertrouwen doen dat God de achterblijvers niet alleen laat. We willen deze geliefden 1 voor 1 herdenken door hun naam te noemen en een kaars aan te steken. Met het licht van de paaskaars. Dat symbool staat voor het licht van Jezus. En na elke naam wil ik een familielid vragen om de kaars aan te steken. En tijdens dit aansteken van de kaars zullen wij telkens het prachtige lied zingen: Blijf met uw genade bij ons. Op 12 april 2018 is in de leeftijd van 43 jaar overleden Henry van Wensveen. In de afscheidsdienst stonden we stil bij Psalm 139. God doorgrondde en kende Henry zelfs, al was het zwart in zijn leven. Hij was daar. Ik wil een van jullie nu vragen om zijn kaars aan te steken. En laten we een moment nemen om hem te herinneren. Op 17 september 2018 is dorpsgenoot Cornelia Magdalena Corrie Kroonen van de Wolf overleden. In de afscheidsdienst stonden we stil bij de tuin van Corrie's leven en bij de tuinman, Jezus. Ik wil een van jullie vragen om haar kaars aan te steken. Laten we een moment nemen om haar te herinneren. Op 16 oktober is in de leeftijd van 80 jaar overleden Marie Slappendel. In de afscheidsdienst werd haar leven vergeleken met het leven in tenten, richting de uiteindelijke bestemming God.
En ik wil een van jullie vragen om haar kaars aan te steken. En laten we een moment nemen om haar te herinneren. Vanuit de gemeente zijn er ook namen aangedragen om binnen onze gemeente met eerbied te herdenken. Dat willen we nu ook doen. Op 28 mei is in de leeftijd van 48 jaar overleden Jan-Paul Hoogendijk. En op 11 juli is in de leeftijd van 58 jaar overleden onze dorpsgenoot André Dree Schouten. Ik wil Lieneke en ik wil Floris naar voren vragen om voor hen een kaars aan te steken. En laten wij een moment nemen om hen met eerbied te gedenken. Dan is er nu gelegenheid voor jullie allen om naar voren te komen om geliefden te herdenken die in het afgelopen jaar of al eerder overleden zijn. Door een kaarsje aan te steken herdenken we hun leven. Maar als je wilt kun je het ook zien als een concrete vraag aan God of hij bij je wil zijn om het verlies ook te dragen. Tijdens het aansteken van de kaarsjes zingen we het lied Jezus, u bent het licht in ons leven. Ik wil jullie uitnodigen om naar voren te komen.
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. Jezus, u bent het licht in ons leven. Open mijn hart voor uw liefde, o Heer. Laten we met elkaar danken voor deze dienst. Maar ook bidden. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, we komen u bedanken dat u voor ons een schuilplaats wil zijn. We willen u bedanken dat u in uw Zoon Jezus aanwezig bent op die kruispunten in ons leven. Op die moment dat het botst, op wat voor manier dan ook. In het bijzonder vandaag denken we eraan dat u aanwezig bent op die kruispunten, waar het leven en de dood elkaar raken. En God, wilt u ons ook helpen om u telkens weer te betrekken. In die momenten dat het botst, wilt u ons de weg wijzen. En telkens weer als de levenden bij ons zijn. Wilt u ons dragen, wilt u de families dragen die hier aanwezig zijn. In het verlies, in de pijn. God, wilt u ze aanraken. Wil u ook bidden voor ons allen als er zoveel lichtjes branden hiervoor in de kerk? Mooie herinneringen aan personen, misschien ook wel moeilijke herinneringen. Heer, u weet wat er allemaal achter zit, achter al die kaarsjes die zijn aangestoken. Wilt u ook voor hen een licht zijn? Willen we vanmorgen voorbeden doen? Voor gemeenteleden die het moeilijk hebben. Denk in het bijzonder aan Jan die in het ziekenhuis ligt. Dank u wel dat het ook weer beter met hem mag gaan en dat hij ook langzaamaan weer mag gaan revalideren. Wilt u dat zegenen? En wilt u ook bij Anneliese zijn en de kinderen? Ik wil in het bijzonder ook bidden voor Govert. Als hij toch zo plotseling weer in het ziekenhuis ligt. Terwijl ze eigenlijk op vakantie gingen in de afgelopen week. Heer, en het ziet er niet goed uit. En ook dat willen we bij u brengen. Magda, die was hier net in de kerk en die zei, er is echt een wonder nodig. En we geloven dat u een God bent van wonderen. Wilt u bij hem zijn? Wilt u doktoren ook alle wijsheid geven in het ziekenhuis? Dat hij zich bovenal gedragen mag weten door de levende God. En we bidden het ook voor Magda en voor de kinderen. In een moment van stilte willen we onze eigen persoonlijke vreugde, maar ook ons verdriet aan u vertellen. Wilt u naar ons luisteren als we in stilte bidden?
Dank u wel dat u ons altijd hoort. Niet alleen hier in de kerk, maar overal waar we zijn en waar we tot u bidden. Of aan u denken. We willen dit gebed afsluiten met het gebed dat uw Zoon, de Heer Jezus, ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte voor de diaconie. En de tweede voor de kerk. En daarna zingen we ons slotlied. Dat is eigenlijk ook een soort geloofsbelijdenis. Op u alleen mijn licht, mijn kracht.
zijn allemaal straks van harte welkom koffie of fris of thee of wat dan ook te drinken met elkaar. En elkaar nog even te ontmoeten. Maar voor straks wil ik jullie alvast de zegen van de Heere God mee geven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle en bemoedigende gemeenschap met en door de Heilige Geest, die is er voor jullie allemaal.